Stand still, stand still, stand still, stand still, stand still, achterover, achterover, stand still, oh, stand achterover, oh, stand still, stand still, achter, achterover, achterover, achter, stand. Do 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 do. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenavond. Is het interessant? Zie je? Het is maar hoe je het bekijkt. Wat heb jij toch de laatste tijd? Je doet niks, je zegt niks, je eet niks. Wat is er? Niks. Mijn neus. Nou, ik weet niet, dan ga jij natuurlijk... Ik doe tentamens in problemen. Als er iemand met toestanden overweg kan, ben ik dat wel. Zal ik dan toch maar zeggen? Dat hoeft niet. Als je liever je mond houdt, oké. Okay. Nee! Ik moet het aan iemand kwijt. Maar het blijft tussen ons, hè? Doe nou maar, ik kijk nergens van op. Ik ben verliefd. Wat? Is dat zo gek? Nee, hoezo? Dat je ervan achterover valt. Nee, dit moet nodig gemaakt. Zal ik vragen of hij dat doet? Hij kan namelijk alles. Je hebt het inderdaad behoorlijk te pakken, hè? Ken ik hem? Nee. Hij timmert iets voor Alfred. En dat heeft hij wel eens vaker gedaan? Oh ja, zo vaak. Hij heeft hele leuke ogen. En hele witte tanden. En hij heet Zeno. Heb je hem dan wel eens gezien? Eén keer in de kapsalon. En hoe vind je hem? Een flapdrol. Hoe kun je dat nou zeggen? Want je kent hem niet eens. Een beetje intelligente vrouw ziet in één oogopslag dat die jongen een zelf ingenomen patsertje is. Die de hele dag flauwe grapjes loopt te verkopen. Vlotte babbel bij de dames, maar verder totaal geen tekst. Maar ach, kind, als jij per se verliefd wil worden op die flapdrol, ga je gang. En geniet er dan maar van. Hoe? Nou, dat was heel gezellig. Ja. Dat moest ik maar vaker doen, zo'n avondje bijpraten. Zonder de kinderen erbij. Ik ben blij dat we tegenwoordig weer zo eerlijk tegen elkaar zijn, Do. Nou, wel rusten dan maar, hè? Weet je dat ik je verbouw nog helemaal niet gezien heb? Ach, wat? Nee. Nou, kom dan gelijk nog een afzakkertje bij me drinken. Goed. Ik heb alleen, jongen, een borrel. Geef niet. Zonder ijs. Heerlijk. Nou, binnenkort kun je je bestelling plaatsen, hè? Ijsblokjes, borrelhapjes. Als het Zeno tenminste lukt met die lift. Zeno kan alles. Ik schat dat hij de woensdag mee klaar is. Wat eten we dan? Bieflappen à la do? Nee, zo zwart worden ze tegenwoordig niet meer. Jammer. Ik heb ze nogal gemist. Pech gehad. Ik zit nu op een kookcursus. Sinds wanneer? Alweer 2 weken. Verstandig van je. Dat je er eens uitgaat. Leuke club mensen. Ja. Toevallig komt er morgenavond eentje eten. Om te proeven of ik echt zo beroerd kook. Als het een beetje mee zit, hou je er misschien nog een leuke vriendin aan over? Nou, nee. Die van morgen is een man. Een man? En dat vertel je me nu pas? Het kwam niet eerder ter sprake. Mannen die op een kookclubje gaan, daar zit meestal een luchtje aan. Zo'n club is überhaupt heel decadent, vind ik. Vind je het vervelend dat hij komt? Nee, absoluut niet. Je bent toch vrij om te doen en te laten wat je wil? In mijn huis? Da, 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 da.
Zijn mijn gymkleren? In de was. Oh, stom. Is de melk op? Nee, in de koelkast. Je kijkt met je neus. We kunnen niet gaan stikken. Heeft iemand mijn schoenen gezien? Moet je maar eens een briefje schrijven, dat ik niet mee kan doen. Ja. Heb jij gisteren al die melk opgesopen? Tuurlijk. Ah, zo. Zeg maar dat ik mijn hoofd heb verstaan. Ja, hier. Alsjeblieft. Jullie moeten opschieten. Heb je een strippenkaart voor me? Nee, waarom? Je hebt toch een brommer? Daar ben ik nog aan bezig. Hé, hey, is dat mij? Alleen is ze gewoon. Nee. Blijft dat ding hier staan? Ja. Nee. Jawel, er is iets met de zuiger. Dat ding gaat vanmiddag nog de deur uit. Ik kan niet weten waarom. Er komt een vriend van me eten. Kijken jullie nou raar? Sinds wanneer heb jij een vriend? Het is gewoon een kennis van de kookclub. Oh, is er zo een? Hoe heet hij? Helmoet. Wat een rotnaam. Ja, dat vind ik zelf ook, maar hij is verder heel erg aardig. Hij eet alleen maar mee. Dat is alles, niks bijzonders dus. Oh, maar dan kan die brommer hier dus rustig blijven staan. Hallo? Hier zit mijn haar, hoor. Oh, ja, mevrouw. Wat wordt het? Een verbouwing. Dat wordt het begin van een totale renovatie. Hé, kan je nog een hulpje gebruiken? Nee. Doe het zwart? Ja. Wat er tegen? Nee, natuurlijk niet. Nou, maar ik wel, hoor. Zwart werken ze ondermijnen de economie. We hebben wel erg gauw een oordeel klaar, zeg. Alsof er geen uitzonderingen zijn. Wilt u niet in mijn gezicht blazen? Sorry. Shit. Goedemorgen. Dag, meneer. En waar ga jij naartoe? Even kijken wat er met Zeno is. Jij blijft hier. Wat doe je? Die finish van de sociale dienst. Die net binnenkwam? Ja, als hij erachter komt dat ik hier sta te klussen, dan hang ik. Suus, help me. Ja, maar ik ben helemaal niet goed in liegen. Ja, je kan toch wel zorgen dat je op moeft. Nou, ik zal het proberen. Omdat jij het bent. Als ik ooit iets terug voor je kan doen. Nou, ik heb een kapotte stoel thuis. Maak ik voor je. Vanavond meteen? Ja, goed. We gaan nou eerst aan die vent toe. Hé, dan trek ik gezellig een flesje wijn. Oh. Had u een afspraak? Nee, ik kwam zo maar even op de Bloemenfooi. Dan heeft u pech gehad. Oh. We kunnen u er echt niet bij hebben vandaag. Maar natuurlijk wel. Ik geef uw jas maar even hier, hoor. Oh. Oh. Ja, meisjes van tegenwoordig. Komt het gelegen? Ik zit te studeren, maar een kopje koffie kan er wel af. Oh. Hallo, pikkepik. Dank je. Boodschappen gedaan? Ja, hier in die delicatessenzaak aan de overkant. Doe maar duur. Is dat wel besteed aan die blagen van jou? Ik krijg vanavond iemand te eten. En dan ga jij eens flink je best voor doen? Ja, maar ik denk dat ik het maar afzeg. Waarom? Iedereen doet er zo moeilijk over. Jij mag toch zeker wel? Of is het een man? Ja, en dat schijnt niet te kunnen. Aardige vent? Ik ken hem amper. Toch wel vlijend zo lang binnen. Ja, meer is het ook niet. En Alfred? Je stik jaloers. Wat een mop. Maar daarom heb ik hem niet uitgenodigd, hoor. Nee, maar het is natuurlijk wel een prettig bijverschijnsel. Weet die man dat jij en Alfred niet meer samenwonen? Ja. Maar ik had misschien beter niet kunnen zeggen. Waar ben je bang voor? De kinderen zijn er toch bij? Ja. Kan ik hier gaan zitten? Ja, waar je maar wil. U heeft de zaak aardig open liggen, hè? Wat? Oh ja. Is dat een verbinding met boven? Nee hoor, dat lijkt me zo. Dat wordt een kast. Opslagruimte, begrijpt u wel? Zeg, waar blijft er al? Nergens. U was hier nog nooit eerder geweest, hè, meneer? Nee, dat klopt. En toch zomaar hier verzeild geraakt? Tja, ik deed mijn ronde hier in de buurt. Oh, waarvoor dan wel? Sus, zoiets vraag je toch niet? Jij zit een haarwatertje halen voor meneer, hè? Hé, is hij weg? Nee, nee, nog niet. Wat flik je me nou? Nou ja, Alfred is er ook nog.
Ik dacht dat ik op jou kon rekenen. Crisis, hoe kan ik dat nou weer goed maken? Zal ik iets lekkers voor je koken vanavond? Hou je van ratatouille? Nee, ik heb vanavond wel wat anders te doen. Oh. Die lift moet af. Natuurlijk. Zo. Kan je het nogal vinden? Doet u de ogen maar even dicht. Oh. Nou, ruikt heerlijk. Ja. Ach, weet u wat? Neem u de rest maar mee. Service van de zaak voor alle ongemakken. Dat is attent. Graag gedaan. Zo. Goedemorgen. Dag meneer. Tot ziens. Zo behandel je een klant. Ook als die van de sociale dienst is en Zeno komt bespioneren. Wat? Is die vent? Wat een gniepert. Dat bedoel ik maar. Hoe komt ze nou mee aan? Ik zeg geen woord tegen die vent. Helmoet. Ik kan natuurlijk altijd een zuigerveertje in zijn soep droppen. En ik leg mijn vork op zijn stoel onder zijn gat. Wat dacht je van een hele juk om in zijn nek laten glijden? Gloeiend heet. Of een paar olievlekken op zijn regenjas. Hoe vind je die? Doe jij niks? Hij molesteert Helmoets aansteken, hè, Rolf? Mijn voorbeeld. Leef maar eens lekker uit vanavond. Stil, ik kom maar. Dat ik dit nog eens mag meemaken. Hoi. Dag, Alfred. Is hij er? Zeno is even sigaretten halen. Nee, ik bedoel die vlam van Do. Wat? Heeft Do een... Een hele goede vriend. Ja, we staan er gek aan. De man komt gewoon een hapje bij haar eten. Boven jouw hoofd? Nou, geen wonder dat je de hele tijd naar buiten staat te gluren. Hoe kom je daar naar bij? Als je zo'n toon aanslaat, dan weet ik genoeg. De amateurpsycholoog aan het woord. Ik wil die slijmjok ook wel eens zien. Heb jij hem ook weer? Zeker iets laten liggen. Wat een gniepert. Crisis. Kennen jullie hem? Die zat hier vanochtend. En ik heb nog zo mijn best op hem gedaan. Dan gaat hij een beetje de mooie meneer uithangen bij mijn vrouw. Met een haarwatertje van 10 piek. Maak je niet druk, Alfred. Het is toch alleen maar een goede vriend. Laten we dat hopen. Zo, hé. Wie hebben we daar? Dat is mijn zus. Ga weg. Jullie lijken totaal niet op elkaar. Zeg, heb ik jou al niet eens eerder ontmoet? Ongetwijfeld. Heb je nou gevraagd of je onze stoel wil maken? Ja, ze heeft me zelfs voor het eten uitgenodigd. En dat lijkt me heel gezellig. Zo. Au. Sorry. Patricia? Wat is dat? Je wilt ook alles weten, zeg. Dat is de kleinste. Ik ben bang dat ik even moet ingrijpen. Wat doet u eigenlijk voor de kost? Ik werk bij de sociale dienst. Wat is dat nou weer? Ik zorg voor mensen die werkloos zijn. Hij moet ze in de gaten houden, dat ze niet stiekem bijverdienen. Hij is een soort geheim agent. Mijn vader is Mr. Kapper. En hij heeft de beste kapsalon van de hele stad. Van de hele wereld. Ga er maar eens naartoe, daar zal u van opknappen. Ik kom er anders net vandaan. Ben je bij Alfred geweest? Ja, vanmorgen. Waarom? Ja, om haar te laten knippen natuurlijk. Uitgerekend daar? Zit er een haar in de soep? Nee, een zuigerveertje. Huh?
Hoe kan dat nou? Van een MT'tje, als ik me niet vergis. Klopt. Hoe weet u dat? Dat is mijn hobby. Brommers? Wat wil jij nou doen? Moet je niet eten? Ik heb geen honger met die meneer erbij. Het is gezellig boven. Heeft mama een beetje lekker gekookt voor het bezoek? Ik kan best gewoon een vraag of ik hem stom vind, hoor. Als het mij er interesseert. Is hij stom? Hij komt uit Rusland en doet alles stiekem. En we krijgen slakken. Slakken? Dat heeft ze nog nooit gemaakt. Zo smerig. Maar die fietsert had ze allemaal op. Met die van mij erbij. En ze leefde nog volgens mij. Dat is toch een enge meneer. Een hele enge meneer. Zo, die schoolbak lekt ook nog niet meer. Laat nog even iets doen. Die komt straks. Kijk eerst nog even naar het slaapkamer aan. Het klemt een beetje. Je bent een engel. Een beetje paaien en die gek doet alles. Je paait mij iets te veel. Kom je me niet even helpen? Suus kan dat veel beter. Al laat maar, het lukt al. Mason van Scotland Yard kwam voor routinewerk. Maar hij rook meteen onraad toen hij de trap afdaalde. Zijn hand gleed naar zijn holster. Om dit netwerk op te rollen had hij namen nodig, geen lijken. Piepend ging de deur open en... Mag ik er even bij komen zitten? En je gast dan? Helmoet. Die ligt al een uur met Wijnand aan een motorblok te sleutelen. Ze hoorden me niet eens weggaan. Nou, ik zou zeggen, plof maar ergens neer. Oh. Klaar is Kees. Ik krijg tenminste honger van. Hoe laat is het? Oh, 11:15. Hoe is het mogelijk? Ik ben behoorlijk aan het werk gezet, tante. Maar we kunnen elkaar nu eindelijk eens beter leren kennen. Oh, neem jij me even, Suus? Nou, kom even naast je zitten. Gezellig. Ja, met Suus. Heel aardig van je dat je die spullen allemaal gemaakt. Ja, die is hier. Ik doe gewoon even. Ik ben zo vaak aan het klussen. Ja. Dat kan ik er nog wel bij doen. Wat afschuwelijk! Ja. Ja, hij komt er nu aan. Jij moet onmiddellijk naar Alfred. Er is een ramp gebeurd in de kapsalon. Nou, ik zie je nog wel. Wat nou weer? Is Alfred door zijn bed gezakt? Zijl achterover, overachter, zeil. Zijl over, achterover, zeil. Zijl achterover, overachter, zeil. Zijl achterover, zeil je zo zeil. Zeil, 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 zeil,